Bij de trainingsrit van vanmiddag, de paarden stellen zich op achter de auto. En die is nog 200 meter verwijderd van het startpunt. Meter nog. Vijftig meter. Dertig meter. En de paarden zijn gestart voor de tweede trainingsrit. Start is gevallen. Roto trekt weg. En het is na de start in het midden van de baan Jack Baldwin met Goa Desire die de leiding heeft genomen. Goa Desire neemt de lengtevoorsprong op Jack Baldwin, Giant Imucho derde. Daarachter op de vierde plaats aan Eyecatcher C, gevolgd door Covergirl I'm the One Who Knocks. Daarachter Hotshot Rob. En laatste van het peloton is Carina Alki. Zo gaan de paarden dan de eerste bocht in. En bij het ronden van de eerste bocht is het aan de leiding Goa Desire. Die heeft een lengtevoorsprong op Jack Baldwin. Aan de buitenzijde komt naar voren Eyecatcher C, gevolgd door Giant Imucho. Daarachter is het dan Covergirl, gevolgd door I'm the One Who Knocks, Hotshot Rob en laatst is onveranderd Carina Alki. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde hebben we een nieuwe leider, want Eyecatcher C, de vrije vos, komt naar voren en neemt met Stefan Schoon over de kop over. Heeft een lengtevoorsprong op Goa Desire, Jack Baldwin ligt in derde positie, dan is het Giant Imucho. Dan I'm the One Who Knocks, die gaat een plaatje goed maken. Daarachter volgt dan Covergirl. Laatste van het peloton is Hotshot Rob. En ook aan de opmars bezig is nu Carina Alki. Neergestreken in midveld op dit ogenblik. En Eyecatcher C komt de bocht uit en gaat op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En doet dat met anderhalve lengte voorsprong. Op Goa Desire op de tweede plaats, die geflankeerd wordt door Caroline Albers. En zij rijdt hier I'm the One Who Knocks. Dat is de situatie op het front op dit ogenblik. Als de paarden redelijk dicht bij elkaar zijn. Aan de staart van het veld ligt Hotshot Rob. En voorlaatste is Covergirl. Twee na laatste op dit ogenblik is Jack Baldwin. Paarden gaan op weg de laatste ronde in. En bij het indraaien van de laatste ronde leidt nog altijd Stefan Schoonhoven. En hij doet dat met Eyecatcher C. Eyecatcher C heeft nog altijd het commando. Heeft een kleine lengte voorsprong op de concurrentie. In tweede stelling, als we de bocht ingaan, is het nu I'm the One Who Knocks. Aan de binnenkant volgt dan niemand minder dan Goa Desire. En die wordt dan weer gevolgd door de aan de buitenzijde opererende nummer 7. En dat is Carina Alki. Zo zijn we voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. Giant Imucho die volgt erachter met Jack Baldwin. Dan Covergirl en Hotshot Rob is nog altijd Tail & Charlie. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde langs het gebouw van de Gasunie. En het is daar dat Caroline Albers de aanval opent met haar paard I'm the One Who Knocks. Op de aan de binnenkant liggende Eyecatcher C. Eyecatcher C heeft nog altijd die halve lengte voorsprong. I'm the One Who Knocks op de tweede plaats. Dan volgt Goa Desire met Jack Baldwin. Aan de buitenzijde Carina Alki, dan Covergirl, Hotshot Rob. En zo komen de paarden dan de laatste bocht uit. Trekken zo dadelijk richting laatste rechte lijn. Maken zich op voor de eindstrijd met nog altijd Eyecatcher C. Die gaat proberen al aanvallen te pareren. Als ze de laatste bocht uitkomen is het Eyecatcher C. Op dit ogenblik een galoppade voor Carina Alki. Die is in de eindstrijd verdwenen naar de achterhoede. En Eyecatcher C leidt nog altijd. Giant Imucho is de aanvaller. En ook Jack Baldwin begint nu naar voren te komen. Als we dan de laatste 100 meter in zijn gekomen is het Eyecatcher C met Jack Baldwin. Aan de buitenzijde daarvan Giant Imucho. Maar Eyecatcher C die gaat het hier winnen met Stefan Schoonhoven. Op de tweede plaats is het Jack Baldwin. Door het stek lijkt te gaan. I'm the One Who Knocks en daarachter.